Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag de mossteek uitleggen. En dit is echt een hele leuke steek voor, ja, daar kan je eigenlijk alles mee. Je kan hier ook een heel leuk truitje mee maken. En dat was ik ook wel van plan, maar ik wil eerst jullie deze steek even uitleggen. Want het zijn gewoon halve stokjes. En je begint de toer eventjes met een rij vaste. Maar ik ga het dadelijk heel rustig uitleggen. Ik wil jullie allereerst hartelijk bedanken voor alle leuke reacties. En ja, heel veel abonnees heb ik gekregen. En ik wist niet dat ik ja, zover zou komen. Maar in ieder geval, ja, ik vind het zo leuk. En ja, dus ik blijf iedere keer dingen bedenken. En nu is het dus de mossteek. En de mossteek, ja, dat zijn gewoon hier halve stokjes. En die haak je samen. En het er komt ook een hele mooie rechte rand en deze onderste, ja, rij, die heb ik eigenlijk gewoon van met een eurobolletje gehaakt, maar toen dacht ik, ja, ik kijk even of ik ook van iets bekendere wol of het ook aansluit. En toen heb ik de grijze, want daar was ik toch mee bezig, de Royal geprobeerd, deze, de Royal van de Zeeman. En die hoort op haaknaald 4 tot 5. Maar ik heb deze mossteek uitgeprobeerd met de Royal ook. Want ik denk, ja, ik wil toch even weten of die ook mooi aansluit en recht blijft. Zodat je met meerdere bollen, ja, zeg maar, kleurtjes kunt maken. En ook haaknaald 6. Ik ga het heel rustig uitleggen, zoals ik het eigenlijk altijd probeer te doen. En ja, ik zal even vertellen wat je nodig hebt. Haaknaald nummer 6. Een schaartje. En een centimeter. En met de centimeter meet ik even dit werkstukje op. Dit is 36 centimeter. En ik heb 50 steken opgezet. Ik schrijf het even op. Is 36 centimeter. En we beginnen nu met een toer los of gewoon met losse te haken. Eventjes een stukje wol pakken. Knip het hier even af. En dan leg ik het even weg. En dan begin je met, ja, als je zo breed wil als 36 centimeter, dan moet je 50 steken opzetten, 50 lossen. Hij moet deelbaar zijn door 2. En ik wil nu, om het uit te leggen, nou, wat zal ik doen? 20 steken. Ja. Om het uit te leggen, zet ik 20 steken op. Wil je ongeveer 36 centimeter, ja, dan zet je 50 steken plus 3 losse op, dus 53 steken. En ik doe nu 20 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En nog 3 om te beginnen. Kijk, en bij het voorbeeld, dit is trouwens de achterkant, dit is de voorkant. Hier heb ik een rij vaste eerst gehaakt. Het is altijd gewoon, ja, mooier om te beginnen. Maar de mossteek, het is echt een, ja, mooie steek. Hij blijft heel gelijk. Ook al ben je beginnend haakster, dan kan je toch deze steek leren. We beginnen dus met alleen vaste in de eerste steek. Je haalt je draad op, nog een keer omslaan door 2. In de volgende steek weer een vaste en zo maak je de hele toer met vaste af. Nou, tot je op het einde van je toer bent en dan zie ik je op het eind weer terug. En je hebt je werk gekeerd. En dan zie je eigenlijk altijd door dat je het draadje weer hier rechts hebt. En dan gaan we omslaan.
En dan gaan we in de eerste steek insteken en dan halen we de draad op, maar deze maken we niet af, dus deze laten we op de haaknaald staan. Dan pak je de volgende steek, eerst omslaan, dan insteken, zorgen dat je twee lusjes hebt, je haalt je draad op en je hebt er 5 op je haaknaald. Dan nog een keer omslaan en je haalt ze door, de draad door 5. Nog een keer omslaan en je maakt een halve vaste. Weer omslaan, in de eerstvolgende steek zet je weer in en je haalt je draad op, je haalt er, laat er 3 op je haaknaald staan, weer omslaan en in de volgende steek steek je in en je haalt je draad op en je hebt er 5 op je haaknaald. Dan haal je je draad door alle 5, omslaan en een halve vaste, omslaan, de volgende steek insteken, draad ophalen, je hebt er 3, omslaan en de volgende steek draad ophalen en je hebt er 5, omslaan, door 5 en een halve vaste, dus omslaan en doorhalen, omslaan, de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan, de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan, door 5. Kijk, en dit is al de eerste toer van de mossteek, dus het is een hele simpele steek. En als je deze eenmaal een beetje, als je op gang bent, dan haak je een heel eind weg. We zijn al bijna op het einde van de toer. Kijk, en in de laatste steek zetten we een half stokje, dus omslaan, de laatste steek pakken, omslaan, doorhalen, omslaan, door 3, dus een half stokje, dat is de zijkant. Dan doe je 2 lossen, 1, 2 en je keert het werk, omslaan. Dan ga je weer 2 halve stokjes zetten, maar dan doe je ze in de opening. Dus je pakt de eerste opening, je haalt je draad op, je hebt er 3 op je naald, omslaan en in de volgende opening. Je haalt je draad op, je hebt er 5 op je naald, omslaan, door 5, omslaan, door 1. Dan gaan we weer in die openingen. Een half stokje, dus of je draad ophalen, je hebt 3 op je haaknaald, omslaan en in de volgende opening en weer door 5, omslaan, door 1, omslaan, draad ophalen, omslaan, insteken, draad ophalen en door 5, omslaan, door 1. Omslaan, insteken, dus in diezelfde steek dan, in die opening, omslaan en in de volgende opening en door 5, omslaan, door 1, omslaan, in de opening, omslaan, in de volgende opening, omslaan, door 5, omslaan, door 1.
Ik haak nog even verder zodat je ziet hoe je op het einde weer moet keren. Kijk goed opletten dat je in die eerste opening je draad ophaalt, omslaan en in de tweede opening door 5, omslaan door 1, omslaan, draad ophalen, omslaan, insteken, draad ophalen en door 5, omslaan door 1, omslaan, insteken, omslaan, tweede opening, omslaan door 5, omslaan door 1. Het wordt echt een mooi werkstuk. En ik wil ook nog even zeggen, wil je dus een truitje haken, ja, dan zet ik de link hier onder deze video, want ik heb een Blue Curaçao truitje gehaakt in een hele andere steek, maar de methode van een truitje haken is toch altijd hetzelfde. Je maakt eerst een boordsteek en dan kies je je haaksteek uit en dan je maten en in ieder geval in het Blue Curaçao truitje, daar heb ik uitgelegd hoe je moet meten en hoe je omhoog gaat tot de armsgaten. Maar deze steek leent zich ook heel goed voor een woondeken en wil je een kussen maken, dan doe je 40 cm bij 40 cm en voor een babydekentje 1,20 meter en dan moet je even het ledikantje meten hoe groot dat je dekentje wil hebben. Maar ik vind dit echt een ik zal nog even de steken bijpakken. Kijk, als je ziet hoe mooi glad dat hij loopt en hoe toch wel lekker soepel is. En ook hier met de Royal, maar je kan ook met een Eurobol. Maar de Royal, even kijken naar de prijs, kijk, is ook een euro, dus dat maakt allemaal niet uit. En hij sluit goed aan. Ik ga nog eventjes hier het einde doen, even dit wegleggen, nog een keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en nu ga je tussen het laatste stokje en hier die mossteek ga je nog die opening pakken, haal je draad op en dan omslaan en dan door 5, omslaan door 1 en dan ga je een half stokje maken in de tweede opening van het laatste stokje of het beginstokje en dan is weer een half stokje omslaan en dat is door 3. Dan gaan we het werk weer keren, 1, 2 lossen, weer keren en je gaat weer verder en je begint dus weer eerst in het eerst deze eerste opening en dan in de tweede zodat je die rechte zijkant houdt, omslaan in de opening, draad ophalen, omslaan in de tweede opening, draad ophalen, omslaan, door 5 lussen, omslaan door 1, omslaan, draad ophalen, omslaan, tweede opening, draad ophalen, omslaan, door 5, omslaan door 1, omslaan, insteken, omslaan, insteken en omslaan en door 5, omslaan door 1. Dit is de mossteek en dit is het resultaat. Dit is dus de voorkant en de achterkant ziet er zo uit. Dus je kan wel beide kanten gebruiken, maar de voorkant is toch het mooiste. Ik wil even iedereen ook nog hartelijk bedanken voor het kijken. En vind je dit een fijne of een leuke, goede uitgelegde video, dan duimpje omhoog hieronder. En je kan ook altijd hieronder je vragen stellen. Bedankt voor het kijken en naar iedereen kan haken. Graag abonneren. Hier is de knop met de foto. En dan zie ik je de volgende keer weer terug.